Hallo, ik ben Emilie Verhamme, ik ben de regisseur van Ozo. De film gaat over adolescenten op een eiland die vastgeketend worden door de overtuigingen van hun ouders, door de overbescherming. Ik wou deze film maken om bepaalde gebeurtenissen in het kader van kindermishandeling in een westers kader te plaatsen, om eens te zien of dit gebrek aan tolerantie er nog altijd zou zijn, want ik vind dat dat vaak te vaak wordt getolereerd en gerechtvaardigd door cultuur of religie of geloof. Voilà. Dit is Tim, mijn regieassistent, mijn productieassistent. En nu is Selfie. Ja.